Hartelijk welkom mensen weer bij de profetenschool van zijn boodschap. We gaan weer verder. We hebben steeds meer te ontdekken in Gods onfeilbaar woord. We hebben al veelvuldig gesproken over het letterlijk Israël en dan gaan we nog een klein stukje mee verder. Want Gods tweede verbondsvolk ziet Rome en de valse profeten als verdrukkers. In deel 19. En er wordt vaak veel verwarring gemaakt met het tweede verbondsvolk, het eerste verbondsvolk. Maar dat willen we eens onderzoeken met z'n allen. We willen namelijk eerst even weer teruggaan naar de drie hoorntjes. Maar voordat wij beginnen, willen wij de Heere zoeken in gebed. Mijn verzoek is daarom ook of u thuis samen met me mee wilt bidden om die verlichting van de Heilige Geest te krijgen, omdat dat zo ontzettend belangrijk is. Laten we de Heere zoeken in gebed. Lieve, goede, getrouwe God de Vader, lieve Heere Jezus, dank u wel dat we weer bij elkaar mochten komen om uw woord te onderzoeken. Want het is zo ontzettend belangrijk voor onze tijd. Hoe zit het met die dwalingen? Hoe zit het met die 3+1 horen en met 3+1 volken? Er komt zo ontzettend veel bij elkaar. En hoe is Satan daar continu bezig om ons op een verkeerde gedachtensprong te zetten en te brengen? We bidden daarom ook om grote kracht van u, of u ons wilt zegenen in het werk. We willen in de Bijbel openen, dat we ook steeds beter mogen begrijpen wat u hebt bedoeld. En met name ook de geestenprofetie, die meer licht werpt op uw onfeilbaar woord. Kom over ons en help ons, de mensen thuis en mij. Want wij kunnen niets uit onszelf. We kunnen nu alleen maar aanroepen. Daarom bidden we dat van u, Christus Jezus. Nogmaals weer. Onze geliefde is in naam veel. Omdat hij zo ontzettend veel voor ons heeft gedaan, lieve Vader in hemel. Eeuwig dank daarvoor, lieve Heer. Amen. En dan willen we eerst de Bijbel openen. En dan willen we naar Openbaring 17 toe gaan. Openbaring 17 komt na Openbaring 16. Dat is logisch, zou je zeggen, dat klopt ook. Maar in principe is Openbaring 17 de detailinformatie, als ik het zo mag noemen, van hetgeen wat er allemaal over deze wereld komt. En daarna komt Openbaring 16, de zeven plaag. Zo werkt het altijd in de Bijbel. Dat is iets wat u elke keer vast moet houden. Maar dan gaan we naar Openbaring 17 en dan vers 14. Het gaat even over die 3+1 horenden waar we het vorige keer over hebben gehad. En het arianisme. Hoe liggen die verbanden? Openbaring 17 vers 14. Deze zullen tegen het lam krijgen. Dus we hebben een groep die tegen het lam krijgt. En dat is Openbaring 16 vers 13. Draakbeest, valse profeten, bij deze. En het lam zal hen overwinnen. Jezus Christus dus. Want het is een Heere der Heren en een Koning der Koningen, tussen haakjes. Omdat dat is het lam natuurlijk. Onze Heer, onze Koning en Heer. En dan komt het, en die met hem zijn, wie zijn dat dan? Drie groepen. De geroepenen en uitverkorenen. En gelovigen, dat zijn de drie hoornen die hem, Jezus Christus, het lam, helpen en gaan waar hij ook heen gaat. Die het lam volgen. Openbaring 14 vers 4 en 5. Dat kunt u het beste samenpakken. En als we daar een tweede getuigenis bij willen hebben, dan gaan we naar Daniël toe. Daniël 9, het gebed van Daniël. Ontzettend mooi. Wat Daniël daar heeft gebeden voor zijn volk. En dat doen de 144.000 ook. En daar staat precies in de kern daarin, in vers 7, Daniël 9 vers 7. Bij u, o Heere, is de gerechtigheid, maar bij ons de beschaamdheid der aangezichten. Gelijk het is te deze dagen bij de mannen, als eerste, van Juda. En de inwoners van Jeruzalem, dat is de tweede hoorn. En de derde hoorn en geheel Israël. Die nabij
en die verder zijn in alle landen waar gij ze heen gedreven hebt, om hun overtreding waarmee zij tegen u overtreden hebben. Hier staat onnoemelijk veel in wat wij hebben besproken. Er zijn ontzettend veel overtredingen. En we hebben daar weer die drie groepen, drie horen. O Heere, bij ons is de beschaamdheid der aangezichten, bij onze koningen, bij onze vorsten en bij onze vaders, omdat wij tegen u gezondigd hebben. En hoe hebben wij tegen God gezondigd? Door de geboden te overtreden. Beseft u waar we het over hebben nu? En daarom zeg ik ook, ik wil heel graag voor u nogmaals even Gods drie verbondsvolken. En vooral dat tweede verbondsvolk ziet Rome en de valse profeten als verdrukkers. Dus laten we even daarop inzoomen. En wat is dan het tweede verbondsvolk? Het eerste verbondsvolk is het oude verbondsvolk. En het tweede verbondsvolk is in principe de zevendaagse adventisten. Dat is het nieuwe verbondsvolk. En natuurlijk is het geestelijke verbondsvolk is het derde verbondsvolk. En dan spreken we profeten, elke keer. Hebben we allemaal in profetenschool C besproken. Maar ik wil vooral nog eenmaal naar deze plaat toe. Ik vul hem eerst helemaal voor u in. En dan ziet u hier die drie hoorntjes waar wij zo bijzonder over hebben gesproken. Of de hele periode, mag je ook zeggen. Over het arianisme. Het arianisme moest verdwijnen. En dat heeft het pausdom voor elkaar gekregen. Toen kwam ook de macht van 538 tot 1798 na Christus, de 1260 jaren van het pausdom. En nu gaan we weer terug. Dat is dus het beest dat was. Ook Openbaringen 17, versen 8 en 11. En dan zien we ook de is niet periode waar we nu nog in zitten, maar dat duurt niet zo lang meer. Want als we die is-periode krijgen, dan zien we dat weer die drie hoorntjes vernietigd moeten worden. En dat er ook drie hoorntjes staan van het pausdom. Draak, beest, valse profeten, waar het pausdom de machthebber over wordt. Dus dat is het allerbelangrijkste wat je goed moet gaan zien. Dat zoals het begonnen is, zo eindigt het weer. Jezus Christus is de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Dus daardoor leren wij hoe we opnieuw kunnen profiteren. En dan pak ik nogmaals even dat gedeelte erbij. Dat hebben we vorige keer allemaal besproken, hoef ik niet weer allemaal in te vullen. Maar dan beseft u ook dat hier hebben we die martelaren horen in het einde van de geschiedenis. In het Nieuwe Verbond en hier hebben we de 144.000 horenen. Komen in het eeuwige verbond. Maar wat ik daarmee zeggen wil is dat hier onder die streep ook die martelingen zijn geweest. En dat was dus voor de zondagswet. Dat hebben we allemaal besproken. En dan de grote schade die niemand tellen kon uit alle volken, stammen, talen en naties. Dus ook hier zien we exact wat ik u van tevoren heb verteld bij die vorige sheet, dat daar ook martelaren waren. Daar draait het mee om. Dus u ziet martelaren aan de ene kant en aan de andere kant. En dat zijn allemaal Lucifer's zijn plannen. Lucifer is bezig om hetzelfde te doen wat hij ook in de hemel deed. Daar gaan we straks mee verder natuurlijk. Maar we willen eerst een opstart maken. Met de sheets. En even een klein stukje samenvatten. Wat hebben we kunnen constateren in de periode van de crisis? Aangaande de drie-eenheid, dat hier een overgang plaatsvond van meerdere geloofsrichtingen naar één, een wereldse geloofsrichting. En dat was toen het pausdom, kerk, staat, was toen bij elkaar. Ook straks zullen, na het uitbreken van een crisis, meerdere geloofsrichtingen overgaan naar één valse geloofsrichting, namelijk de Nieuwe Wereldorde geloofsrichting. En dat is Openbaring 16 vers 13. Draak, beest, valse profeet. Het grote twistpunt is dan de Sabbat en zondag kwestie. Toen en straks weer. Met natuurlijk daarbij dat arianisme. Houd dat vast elke keer.
De grote misleiding hierin is dat velen denken ketters te vervallen, terwijl ze in werkelijkheid de oprechte kinderen van God vervallen. Openbaring 14, de versen 12 en 13. En natuurlijk, dat vindt u nog veel meer. Maar dit zijn de plaatsen tijdens de luide roep waar het aangegeven wordt. En tijdens die luide roep wordt namelijk ook de drie engelenboodschap verkondigd. Ook zal blijken dat velen het moderne Rome, dus het pausdom, gaan aanhangen. Omdat dit de leider van de nieuwe wereldorde wordt, vals Openbaring 13 en 17. Maar nog veel erger dat de middeleeuwenstrijd weer terugkomt om het geheiligde leven. Dat moet u telkens vasthouden dat het hier draait om het geheiligde leven. Wij zeggen straks, onderschat niet, dat wij zonder zonden kunnen leven door Gods kracht. Let op, dat wij de wet kunnen houden door Gods kracht, niet uit onszelf. Maar als we innig verbonden zijn met Jezus Christus, hem als het grote voorbeeld hebben en ook luisteren, de geboden houden, want wat is liefde naar Jezus Christus toe? Dat is hem gehoorzamen. En wanneer gehoorzaamt u Jezus Christus? Als u de geboden houdt, dat is het. Hoe kunnen wij zien dat mensen van ons houden? Bijvoorbeeld in een gezinssituatie. Wanneer kunnen vaders en moeders zien of hun kinderen van hun houden? Dat is maar op één manier en dat is doordat ze gehoorzaam zijn. En dat is ook zo bij God. Gehoorzaamheid, daaraan kan God zien of we van hem houden. En dat zien we dus in de 10 geboden, als we die houden. Hierin zal Amerika zich mengen met de valse profeet, die ook pro-Israël zijn gericht. Het unitarisme, zoals we weten. Arianisme, mag u ook zeggen. En de valse rustdag. Zondagswet gaan afdwingen. Openbaring 13 komt daar natuurlijk. Massa's mensen worden gedood straks, die niet de zondag rust houden. Het tweede keer, Arianisme, heb ik even een sterretje bij gezet. Let op, de enige juiste Bijbelse leerstellingen en het geheilig kunnen leven. En dat is dus niet het Arianisme. Dat wil ik daarmee zeggen, maar wel dat er een overblijfsel overblijft. Die dat wel doen. Die juiste Bijbelse leerstelling opnieuw kunnen profiteren, de verborgenheden weten en het geheilig leven willen en ook kunnen leven door Gods kracht. Zal dan onder vuur komen te liggen. En de paus krijgt dan alle macht van de 10 koningen om zijn satanische plan ten uitvoer te brengen. Openbaring 13 vers 15. Arianisme is niet juist, daarom dat sterretje erbij. Maar dezelfde situatie ontstaat weer. Onthoud dat goed. Dit lijkt nu allemaal heel onwaarschijnlijk. Maar zo spreekt de Heere, Heere. Wij kunnen geen mensen vermoorden omdat ze anders denken over het geloof als u en ik. Dat is de kern. Dat staat in de 10 geboden. Gij zult niet doodslaan. En als we dat wel doen, dan hebben we de geboden overtreden. Begrijpen we er niets van. En dat was dus ook bij de letterlijke Joden zo. En u ziet dat ook momenteel in het islamitisch geloof. En u ziet dat ook in het protestantisme, waar we nog op terugkomen. Bij een Calvijn zelfs. Dus wij moeten de wereld niet naar onze hand willen zetten met de Bijbel in de hand. Het enige wat ik telkens weer zeg, geloven is een vrije keus. En als mensen dat niet willen, dan moeten ze ook voor de consequenties instaan. Het zij om niet te geloven of, en u weet wat we hebben gezegd, halfslachtige gelovigen zijn erger dan heidenen. En dat houdt in, u kunt soms beter een heiden zijn in die zin dan een halfslachtige gelovige. Want u bedriegt beide partijen. Dat weet u uit Bijbelcommentaren. Vanuit de Laodicea gemeente hebben we dat bevestigd vorige keer. Dus hou daar rekening mee. Wat zien we binnen het orthodoxe Jodendom? Ook het gebruik van beelden
in de erediensten in de Rooms-Katholieke Kerk en Oosters-Orthodoxe Kerken wordt in het Jodendom als een vorm van afgoderij beschouwd. En daar hebben ze volledig gelijk in. Dat staat namelijk in de geboden. Tweede gebod. In het bijzonder gaat het om beelden en afbeeldingen van Jezus en Maria. Maria is fout en Jezus afbeelden in die zin ook. Daar moet je geen beelden van maken. Een afbeelding is wat anders, want Jezus Christus is mens geweest hier op deze aarde. Immers, in de 10 geboden van de Tora is het maken van afgodsbeelden of beeldenissen van God verboden. Let op, hier wordt ook veelvuldig God de Vader bedoeld. Hou er rekening mee, omdat dus Jezus Christus mens is geweest hier. En we hebben Jezus, onze geliefde Heer, allemaal kunnen aanschouwen. Tenminste, voor die mensen die toen leefden. Het aanbidden van beelden is daarom in het Jodendom ook strikt verboden. De verering van Jezus en Maria in het algemeen, maar ook de verering van bijvoorbeeld engelen, Handelingen 23 vers 8, het geloof in duivels en de verering van vele heiligen, zoals in de Rooms-Katholieke Kerk, wordt in het Jodendom als een vorm van afgoderij beschouwd. En dat klopt natuurlijk bijna, zoals ik al heb gezegd. Vandaar dat op het christendom overgegaan Joden als dienaren van afgoden worden gezien. Als we naar de Rooms-Katholieke Kerk kijken, klopt dit natuurlijk ook. Maar begrijpen we nu dat het oude verbondsvolk bijna heeft afgedaan bij God, doordat men het vereren en volgen van Jezus Christus afgoderij noemt en in dezelfde lijn ziet als het katholicisme. En dit is erg genoeg wat we hier lezen. Vooral als Jezus Christus als afgoderij noemen. Begrijpen we nu ook dat er nooit en ook nooit een tempel op Gods bevel gebouwd zal en kan worden in Jeruzalem? Hoe groot zijn de huidige dwalingen al binnengedrongen in de christelijke en evangelische kerken? Lees je Bijbelcommentaar. En dit is wel heel ernstig natuurlijk, want op een bepaald moment weten wij dat als iemand zich vastzet in een valse doctrine, hij er bijna niet meer uit te krijgen is. Waarom? Het is net zoals mensen die binnen de Adventgemeente de evangelische kant op gaan denken. Dan zijn ze er niet meer uit te krijgen. Dan worden ze liberaal. Alles kan en alles mag. Dan gaan ze de Sabbat niet meer juist houden. Dan kunt u alles op in gaan vullen. En dat is ook bij het letterlijke Jodendom zo gebeurd. De Joden deden er alles aan om Christus niet meer te willen geloven. En we weten de gevolgen. En dat is nu nog zo. En waarom? Want als ze dat wel gaan doen, dan moeten ze hun gezicht verliezen. Beseft u wat er gaat gebeuren? En dat wordt natuurlijk heel pijnlijk, gezichtsverlies. En dat zou moeten gebeuren, in het bijzonder voor de Joden. Maar ook voor dat tweede verbondsvolk. Let daar ook voor op. Het nieuwe verbondsvolk, maar dat noem ik nog steeds het tweede verbondsvolk, profetisch gezien. Niet geschiedkundig natuurlijk, maar profetisch. Hebben we in profetisch school C allemaal besproken. Het christendom als bekeerder. Let op. Of anders gezegd, wie moet nu bekeerd worden? Of wie moet nu uit de dwaling vandaan komen? De Joden of de naamchristenen? Of de evangelische? Of, en dat zijn met name natuurlijk valse profeten, of de katholieken, of de naam Zevendaagse Adventisten, allemaal zo zal blijken, juist bij de 3+1 volk wat komen gaat. Sommige stromingen binnen het christendom streven bekering van alle Joden na. Als die voltooid is, zal volgens hen het, daar komt hij weer, het valse koninkrijk Gods op aarde neerdalen. Het vervalste duizendjarig rijk. Dit hoort weer bij de vervalste verwachting van de tempelbouw in Jeruzalem. Joden beschouwen deze pogingen als verwerpelijk en getuigend van gebrek aan respect. Ze hebben immers al een religie en voor hen is het ook dan onbegrijpelijk waarom zij bekeerd zouden moeten worden.
bekering. Tot enige andere religie druist overigens tegen de basisprincipes van het Jodendom in. Belast door allerlei gebeurtenissen uit het verleden, worden de Joden dan ook het liefst in hun religieuze beleving met rust gelaten. Het Jodendom zelf kent geen schendingsdrift. Dan zouden de Joden inderdaad doen wat Jezus van hen vraagt in Matteüs 28 vers 19. Dit wilden ze eerder nooit gaan doen. En dat zal toch moeten gebeuren. En we weten, een dwaling komt nooit alleen. Dat koninkrijk moet opgericht worden en daar moet ook een duizendjarig vals vrederijk bij. De blinde wil de blinde leiden en samen vallen ze in de put. Wat heeft Jezus hierover verkondigd? Leest u al deze teksten eens goed na. Want zoals de Joden het eerste verbondsvolk bezig waren, zo zijn nu de zevende-daagse-adventisten het tweede verbondsvolk bezig. Erg genoeg wat ik zeg. En ik ben zevende-daagse-adventist. Ik zet me niet af tegen het adventisme. Ik zet me niet af tegen het Jodendom. Ik zeg alleen hoe de situatie is. En sterker nog, er komt een 3+1 volk. En daar draait het om. Wij moeten iets leren. Willen leren. En iets willen aannemen. Willen we dat niet? Net zoals we lezen in Bijbelcommentaar 444. Daar was een Cornelius en ook een Petrus. Die schrok daarvoor terug natuurlijk om naar Cornelius toe te gaan, naar de heidenen. Nee, God zei, u zult geen mens onrein verklaren. Dat was dat kleed wat naar beneden kwam natuurlijk. Geen mens. En die dieren, die stelden alleen maar het symbool voor. God wil u mij iets duidelijk maken. En ik probeer ook in alle liefde u iets duidelijk te maken. Vandaar dat ik zeg, inderdaad, dat tweede verbondsvolk doet net zo als het eerste verbondsvolk. En daar kan het derde verbondsvolk profetisch van leren. Want het derde verbondsvolk wordt nog geroepen bij de luide roep. Dat is het derde hoorntje. Het heeft ook een andere kleur enzovoort. Zie profeten school zeder. Het christendom als hulp. Maar daarmee overtreden de Joden juist de wet der 10 geboden. Welke hun op de Sinaï gegeven is. Via Mozes door God. Laten we eens kijken hoe mensen denken, verkeerd denken, de geboden en verboden. Juist de ceremoniële wet met de menselijke toevoeging van de door mensen gemaakte verboden in de Mishnah. En dat weten wij. Hebben we allemaal besproken. Uit het orthodoxe Jodendom maken het soms moeilijk voor Joden om aan het moderne leven deel te nemen. Zo mag een orthodoxe Jood op Shabbat het elektrisch licht niet aan of uitdoen. Dat gaat natuurlijk wel heel ver. Heeft natuurlijk alles met die Mishnah te maken. Die geboden die ze er toegevoegd hebben. En het fornuis niet ontsteken. Voor een christelijke of iedere niet-Joodse buurman geldt dit gebod echter niet. Christelijke buren van een Joodse familie worden dan ook wel ingeschakeld als Shabbeschooi. Ik weet niet of het goed uitspreekt. Om deze kleine handelingen te verrichten. Dus dan laat ze het een ander doen. Maar wat staat er dan in de wet der 10 geboden? Nog een vreemdeling, Exodus 20 vers 10. Laten we dat eens lezen met z'n allen. Dan wordt het wel heel interessant. Ze hebben dus de geboden van God nog nooit goed begrepen. Daar draait het om. Dat moet u nu vooral meenemen. Dus de vormendiensten zijn belangrijker geworden dan de geboden. Hier zien we duidelijk dat de Joden de wet der 10 geboden nog steeds niet begrepen hebben. Want wat staat er nu echt in de wet? Gedenk een Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht,
nog uw dienstmaagd, nog uw vee. En dan komt hij, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten zevende dag. Daarom zegende de Heer den Sabbatdag en heiligde denzelfde. U ziet heel duidelijk dat ze volledig wetsovertreders geworden zijn. Want nog uw vreemdeling die in uw poorten is, mogen ze niet laten werken. Dus ze laten niemand anders werken, terwijl ze het werk zelf niet willen doen op Shabbat, zo ze dat dan noemen. Sabbat of Shabbat. Wat hypocriet, zouden wij zeggen. En dat is het ook. Het is puur hypocriet. Anders gezegd, ze begrijpen Gods geboden helemaal niet. En hoe kan dat? Ik wil nog even een klein stukje verder en dan gaan we eens even terug naar onze studie aangaande de val van de engelen door Satan. Joodse visie op Jezus is pure aanmatiging naar God toe. Jezus heeft nooit bestaan. Moet u eens voorstellen. Omdat Jezus niet met zekerheid expliciet voorkomt in de boeken die aan het Jodendom ten grondslag liggen. Denken sommige Joden dat Jezus nooit heeft bestaan. Het is onvoorstelbaar. Wat een aanmatiging. Zie voor uzelf Yeshu voor het hoofdartikel over dit onderwerp. Als Jezus nooit heeft bestaan, wat wordt er dan niet meer verwacht van God, terwijl de naam christenen hier graag in meegaat, dat Messias, Jezus, nog moet komen. Pas dus op. Als dit zo is, dan bevestigen de naam christenen dat er voor de Joden nog een tempel in Jeruzalem moet worden gebouwd. Hoe spreekt God hier zelf, weer met hoofdletters, over tegen de profetes? Toen werd ik op sommigen geweest die in grote dwaling verkeerden, let eens op, van te geloven om naar het oude Jeruzalem te gaan en denken dat zij daar een werk te doen hebben, voordat de Heer komt. Zulke opvatting is berekend om de gedachten en de belangstelling af te trekken van het tegenwoordige werk des Heren dat gedaan moet worden onder de boodschap van de derde engel. Vooral dus Openbaring 14. Want zij denken dat zij nog naar Jeruzalem moeten gaan, zullen hun gedachten daar hebben. En hun middelen zullen aan de zaak van de tegenwoordige waarheid onthouden worden. Het brengen van de drie engelenboodschap, om hen en anderen in staat te stellen van daarheen te gaan. Leest u zelf ook Bijbelcommentaar 476 daar nog eens bij. En dit komt uit Eerstgeschriften bladzijde 82. Wat ernstig. De profetes zegt, jullie zitten totaal verkeerd. Jullie denken is verkeerd. Jullie manier van werken wordt daardoor verkeerd. Jullie werken God tegen. En dat deed Satan ook. Dat gaan we straks ontdekken. Dus u moet nu heel goed luisteren. Anders zie je het nogmaals na wat we hier bespreken met z'n allen. Maar luister goed met datgene waar we hiermee bezig zijn. Want dat gaan we straks in de hemel ook ontdekken. Wat hier allemaal is gebeurd. Jezus als Messias of profeet. Maar niet als God en zaligmaker. Volgens het Nieuwe Testament waren er Joden die tijdens Jezus' leven dachten dat hij de Messias of een profeet was. Deze volgden hem op zijn reizen of kwamen van heinde en ver om. Ik heb er maar een H bij gezet, hoofdletter, want het is gewoon bijna gênant hoe ze onze geliefde Heer Jezus telkens willen kleineren. Hem, met hoofdletter, onze geliefde Heer, te ontmoeten. Naar hem te luisteren of een zegen van hem te ontvangen. Het geloof dat er een Messias komt, is van Joodse oorsprong. Maar het Jodendom koestert bepaalde verwachtingen van de Messias. Welke verwachtingen hebben de Joden dan nu van Christus als onze zaligmaker? Let op, geen zaligmaker dus, maar weer een nieuw Jeruzalem. Ziet u het grote verschil dat ze
niet met het karakter aan het werk gaan. De 10 geboden zijn gedachten en gevoelens. Onze oude neigingen moeten we kwijtraken. En Jezus Christus is de zaligmaker. Die wil ons veranderen naar zijn beeld. Het gaat hier om, waarom? Een vervals koninkrijk. Vervolg op het vorige gedeelte van Eerste Geschriften, bladzijde 82. Ik zag dat zulke zending geen wezenlijk goed zou doen. Let op in de tijd wanneer Sister White dit heeft geschreven. Dat het heel veel tijd zou kosten om ook maar enkele Joden te doen geloven in de eerste komst van Christus. En nog veel langer om hen aan zijn wederkomst geloof te laten slaan. Ik zag ook dat het oude Jeruzalem nimmer herbouwd zou worden. En dat Satan zijn uiterste best deed om de gedachten van de kinderen des Heren nu op deze dingen te vestigen. Nu in de tijd van de inzameling, om hen te verhinderen alle belangstelling te wijden aan het tegenwoordige werk des Heren. En er hen toe te leiden om de nodige voorbereiding voor de dag des Heren te verwaarlozen. En dat is natuurlijk Gods geboden houden. En wat er nu allemaal in het nieuws ook speelt, dat natuurlijk Jeruzalem is de hoofdstad van Israël en dat moet helemaal bevestigd worden. Grote wereldleiders bemoeien zich er allemaal mee. En die strijd die is gaande rondom Jeruzalem, want dat is toch de hoofdstad en daar komt Christus in terug in de tempel. De vervalsing ten top. En hoe is het toen ook in de hemel een enorme vervalsing geworden? Daar willen we nu naar terug, naar patriarchen en profeten. Waar we gestopt zijn met z'n allen. Want het is ernstig genoeg. Hoe ernstig was dat wel niet, wat daar is gebeurd. We willen de laatste delen in alle rust ook uitlezen, dat u nu heel goed gaat beseffen, hoe is Satan daar aan het werk geweest? Afschuwelijk, afschuwelijk. En zo geniepig, en dat doet hij nu ook. Ook bij de Joden, maar ook bij de valse profeten, de evangelische gemeenten, de pinksterbewegingen, de protestanten, u mag nu alles gaan invullen. Laten we eens lezen, bladzijde 15. Terwijl hij, daar zijn we gestopt, in het midden van bladzijde 15. Terwijl hij, Lucifer, vol verachting de argumenten en smeekbeten van de trouwe engelen verwierp, dus die trouwe engelen deden er alles aan om hem op zijn plichten te wijzen, en waar hij mee bezig was, noemde hij hen misleide slaven. Wij worden straks ook misleide slaven genoemd, ketters genoemd, onderschat dat niet. De voorkeur aan Christus betoond, noemde hij een daad van onrecht. Een daad van onrecht om straks de Sabbat te houden, om de geboden te houden. Nee, het nieuwe koninkrijk komt. Was Lucifer hier ook niet in gedachten met zijn eigen koninkrijkje bezig? En dat heeft hij nu op deze aarde voor elkander, bijna. Beseft u al hoe u lezen moet? Wat toen is gebeurd, speelt zich hier volledig weer af. Dus noemde hij een daad van onrecht, zo worden wij straks ook beschuldigd. Zowel ten opzichte van hem, de Satan was hij toen al, als van heel het hemelse heil. En hij maakte bekend dat hij zich niet langer zou neerleggen bij deze inbreuk op zijn en hun rechten. Hun rechten van die afvallige engelen. Nooit weer zou hij het oppergezag van Christus erkennen. Ik ben nu op dezelfde plaats van Christus. Ik ben ook koning en heer. Hoort u hem spreken? Hoort u het? Hoe hij deze vervalsing doorzet op deze aarde? Hij was vastbesloten de eer op te eisen die hem toekwam en de leiding te nemen van allen die zijn volgelingen wilden worden. Letterlijk staat het hier, wat we hier ook hebben gelezen.
En hij beloofde hen, die tot zijn rijk wilden toetreden, een nieuw en beter bestuur. Een nieuwe wereldorde. Waaronder ieder volkomen vrijheid zou genieten. Tal van engelen waren bereid hem als hun leider te aanvaarden. Gevleid door de gunst waarmee zijn voorstellen werden ontvangen, hoopte hij alle engelen over te halen zijn kant te kiezen. Aan God gelijk te worden en gehoorzaam te worden door het gehele hemelse heil. Onze beginplaat was dat de paus weer de macht krijgt. En u weet, ik zal hem er nogmaals voor u bijpakken. Gaat u met mij naar Ezechiël 28. Want die vleierijen van de paus die zijn nu ook volop gaande. En u weet, in Ezechiël 28, dat wordt de vorst van Tyrus genoemd. En vers 2. Mensenkind zegt tot een vorst van Tyrus, Ezechiël 28, zo zegt de Heere, Heere, omdat uw hart zich verheft en zegt, ik ben God, ik zit in Godes stoel. Pakt u daar Openbaring 18 vers 7 alstublieft nog een keer bij. In het hart der zee, volken, daar ga je mens en geen God zijt. Let op, het is dus een mens. Dan spreken we niet over de Satan. En geen God zijt. Stelt gij nochtans uw hart als Gods hart. Dan kunt u 2 Thessalonicenzen 2 vers 4 bijpakken. En dan mag u ook nog vers 9 erbij pakken. Dan staat het nogmaals genoemd. En dan ziet u in vers 12. Daar komt de koning aan. De Satan komt eraan. Mensenkind. In vers 12 van Ezechiël 28. Heb een klaaglied op over de koning van Tyrus. De paus is zijn handlanger. Zoals u begrijpt. De vorst. En dit is de koning. De koning van Tyrus. En zegt tot hem. Zo zegt de Heere, Heere. Gij verzedelaar der zon. Vol van wijsheid en volmaakt in schoonheid. Gij waart in Eden. Een godshof. Alle kostelijke gesteenten was uw deksel. Sardes, topaas enzovoort. U was op die heilige berg. En dat zien we. Daar was Lucifer. En dan gaan we eens verder lezen. Het is ernstig genoeg. Maar de Bijbel zegt overduidelijk wat hier staat. Dat wil ik u er ook bij noemen. Dus we kunnen volledig vertrouwen op de geestenprofetie. En dan gaat het verder. Toch bleven de trouwe engelen bij hem erop aandringen, bij Lucifer. De Satan erop aandringen, wij blijven erop aandringen om de Gods geboden te houden en niet onder de vleugels van dit soort gedachtengoed, vals gedachtengoed te komen van Satan. Dan nogmaals weer, toch blijven ook wij en ook de trouwe engelen bij al die misleide mensen en ook bij Satan erop aandringen zich met zijn onderdanen aan God te onderwerpen door de 10 geboden te houden. Zij hielden hem voor wat de onvermijdelijke gevolgen zouden zijn als ze bleven weigeren. Dat doe ik ook. U gaat voor eeuwig verloren. Hij die hem geschapen had, na een titel rijksgebied, ziet u nogmaals Openbaring 14 door, kon hun de macht ontnemen en hen straffen voor hun opstandige gevoelens. Geen enkele engel kon ongestraft zich stellen tegen de wet van God. Die was eeuwig dus. De 10 geboden. Die even heilig is als God zelf. Ze waarschuwden allen hun oren te sluiten voor de bedriegelijke redenering van Lucifer. En Satan dus nu op deze aardbol. En drongen er bij hem en zijn volgelingen op aan Gods tegenwoordigheid zonder dralen te zoeken. En te belijden dat ze gedwaald hadden door te twijfelen aan zijn, met hoofdletter, wijsheid en gezag. Als u twijfelt en halstarrig volhoudt om niet Gods geboden te willen houden, dan weet u wat over u komt. En daar blijf ik over spreken. In alle liefde naar alle verbondsvolken toe. Eerste, tweede en derde, het versterkt verbond, het genadeverbond voor het geestelijke Israël. Ja, ze gaan steeds verder. Jezus als valse Messias, profeet of nu vals licht. Het is allemaal hetzelfde. Als u Jezus als valse Messias
wil betitelen, of als valse profeet, of nu zegt dat nieuwe licht is vals licht, dan hebt u een gigantisch probleem. Omdat Jezus niet genoemd wordt in de Joodse boeken, pardon, het Oude Testament staat er vol van, uit zijn tijd berust de visie dat Jezus een valse Messias of een valse profeet moet zijn geweest op een Joodse interpretatie van de boodschap in het Nieuwe Testament. Het Jodendom stelt dat God absoluut en perfect is. En dat was onze geliefde Heer Jezus als voorbeeld voor de Joden en voor ons ook. En verwerpt dan ook de leer van de Triniteit. De drie-eenheid natuurlijk. Die drie-eenheid, dat kan ook niet anders meer. Want dan hebben ze geen drie-eenheid te aanbidden. Alle mensen zijn gelijk, waarbij de een niet goddelijker is dan de ander. En daar staat de kernregel in waarom u en ik vervolgd worden. Niemand, wat staat daar? Alle mensen zijn gelijk, waarbij de een niet goddelijker is dan de ander. Dit zou betekenen dat iedereen gered is en daar zelfs niets voor hoeft te doen, dan alleen maar de wet houden volgens de Joden. En die willen ze uit eigen kracht houden. De Messias in het Jodendom is dan ook een mens van vlees en bloed. Die politieke en religieuze leiding geeft aan het Joodse volk als koning en profeet. Het is volledige aanmatingen, maar dit is precies hoe de wereld in zijn totaliteit al denkt. Beseft u welke kant we afgedwaald zijn? Totaal misleid. Totaal misleid. En velen, en u zult beseffen dat onze geliefde Heer Jezus in zijn barmhartigheid nog één keer dat 3+1 volk samen gaat stellen. Op deze aardbol. Geweldig. Dank de Heer daar maar voor. We lezen duidelijk dat de Joden geen zaligmaker denken nodig te hebben. En velen met hen natuurlijk. Maar alleen een staatkundige leider, koning en of profeet. Met natuurlijk vooral die belangrijke tempel. Hoe is de situatie nu ten opzichte van het nieuwe verbondsvolk, de zevende-dags-adventisten en straks het geestelijke Israël, de Sjatukemenen, Jezus kwam nieuw licht brengen. Zullen de huidige kerken het nieuwe licht ook weer gaan verwerpen? Dit gebeurt eerst in de zevende-dags-adventisten kerken. De schudding dus. En na de zondagswet in de Sjatukemenen kerken. Het is maar wat u ermee doet natuurlijk. U wordt nu wel ontzettend gewaarschuwd. Ik heb zo vaak gezegd, lieve broeders en zusters, studeer. Hoe duidelijk worden alle naamchristenen verleid door de Joodse doctrines en nieuwe bijbelvervalsingen, vooral de nieuwe bijbels die er uitgegeven zijn. De vraag is, wie verleidt nu wie? En wie wordt straks nog meer verleid? Let op de valse profeten elke keer. Het zijn bijna allemaal valse profeten geworden. Ook bij de Joden, ook bij de protestanten komen we straks achter. En ook al bij de zevende-dags-adventisten. Die denken totaal al de verkeerde kant op. Gaan met iedereen mee, met de Sjatukemenen enzovoort. Ze beseffen niet meer hoe ze zuiver moeten profiteren. Hoewel de Messias een geloofsbeginsel is van het Jodendom, dient er een consensus, daar komt je alweer, compromissen over de persoon te bestaan en zijn er vele Joodse verwachtingen van de Messias waarin Jezus niet heeft voldaan, onder meer. Dit waren steeds de strijdpunten waarover Jezus met de Joden debatteerde, maar die men echter niet wilde begrijpen. Laat staan opgeven. En ik kom hier onder in het wit uitgedrukt. Dus wat waren de verwachtingen van de Joden ten opzichte van onze geliefde Heer Jezus? Het aanbreken van een periode van vrede en welvaart. Zowel voor het Joodse volk als de andere volkeren. Nog tijdens het leven van de Messias. Natuurlijk, daar waren de Joden toch wel heel belangrijk geweest op dat moment. Want al die volkeren die moesten naar de Joden toe komen. Zit u weer de eerzucht?
En dat hebben de zevendedagse adventisten ook enigszins over hen. Vooral die fanatici, die weten het allemaal wel. Beseft u dat ze allemaal in diezelfde dwaling van Lucifer gaan? In het wanhoopsverbond komen? Laten we daar weer iets bij zetten. Het vervalste duizendjarige rijk, nu nog steeds. Ook al bij de naamchristenen. Dat is aardig doorgedruppeld, die vervalsing. De wederopbouw of herinwijding van de tempel van Jeruzalem. Daar komt hij weer. Waarbij alle volkeren, daar hoort u het weer, de eenheid van God zullen erkennen. En vooral natuurlijk de Joden aan zich, wat nu ook veelvuldig gebeurt. Hierna moeten ze nog de eenheid gaan begrijpen. De vierde tempel, welke pas komt na de duizend jaar op de berg Sion. Openbaring 7 vers 15 plus 14 vers 1, het bewijs. De opstanding van de doden in het laatste der dagen na de periode van stabiliteit en moreel gedrag. Moreel gedrag betekent hier de wet van God te volgen in eigen kracht. Let goed op, want u weet, ze kennen de drie eenheid niet. Er is dus geen kleine en grote Jacobsbenauwdheid, respectievelijk de 3 plus 7 plagen periode, openbaring 16. Dus de geheime opname theorie is bij de naam christenen. Grote films zien ervan, wat een dwaling. Onvoorstelbaar hoe Satan verleidingen op alle fronten weet in te brengen. Het is voor mij soms niet meer te bevatten, maar zo ernstig is de situatie nu al. En laten we maar verder gaan, want hier gaan we de start, dat is het overblijfsel, zien van de eerste christenen in het Jodendom. Ten opzichte van het overblijfsel in onze tijd binnen de zevendedagse adventisten in het algemeen. En zo zal het ook tijdens de luidroep gaan. Voor diegenen die zich afscheiden van de bestaande kerken. De twee verbondsvolken, oud en nieuw, stemmen perfect op elkaar af. Aan geen van deze voorwaarden en verwachtingen is tot op heden voldaan. Inderdaad, als we het Oude Testament en Nieuw Testament en Jezus Christus, het nieuwe licht, ook nu verwerpen, dan houdt alles op. Dan ziet u dat het oude en nieuwe verbondsvolk precies hetzelfde doet. Daarom maakten Joden uit het Nieuw Testament op dat men Jezus vaak al tijdens zijn leven als valse profeet of Messias zag. Onvoorstelbaar. Nadat hij stierf, werd vermoord door de Joden, dat moet er wel even bij, zonder dat de beloften waren uitgekomen. Werden Joden gesterkt in de opvatting dat hij slechts één van de vele Joodse zelfverklaarde Messiassen is. En was dus van wie de latere Shabtai Tzvi een ander bekend voorbeeld is. Ook zouden Jezus volgelingen volgens deze visie een nieuw publiek voor hem hebben moeten vinden, omdat er binnen het Jodendom geen interesse meer voor hem, onze geliefde Heer Jezus, kon bestaan. Dit werden de eerste christenen. Door het opnieuw profeteren, openbaring 10, vers 7 en 11, dus die verborgenheden zijn er ook dan af, bewijst de goddelijkheid, maar vooral de zending van Jezus Christus in het totale verlossingsplan. Daar kom ik straks als allerlaatste op terug. Wat bedoel ik daarmee? De hele geschiedenis van Jezus Christus zien we in onze tijd weer terugkomen. Dat is een bewijs dat Jezus gestuurd is door onze God de Vader en dat hij God was en alles wist en exact diezelfde werkzaamheden deed in die tijd, wat allemaal in de Bijbel staat opgeschreven, de geschiedenis van Jezus Christus dus, in de vier evangelieën, dat wij dat weer terug zullen zien. En dat bewijs ik u heel in het bijzonder natuurlijk nog in zijn boodschap in de profetie, verdieping 1. Als u die studie hebt gezien, dan weet u dat al. Met daarbij de hele I-serie aan erediensten. Het goddelijk plan wordt steeds duidelijker als we de oorsprong van het kwaad gaan onderzoeken, waardoor we opnieuw kunnen profiteren. Openbaring 10 vers 11. En dan zit u hier als allerlaatste de
grote Jacobsbenauwdheid, waar ik straks ook nog even op in wil gaan, maar wat ik vooral belangrijk vind is dat u heel goed moet beseffen dat we hier die eerste hoorn hebben, die zevendedagsadventisten hoorn, daarna hebben we de letterlijke Israëlieten hoorn en daarna hebben we de Sjarte hoorn, die ziet u misschien niet helemaal goed, maar die Spaas, de derde Sjarte hoorn. En dan zien we, vierde Christus hoorn biedt ons bescherming in de eindtijdgeschiedenis. Als we dit lezen, verstaan, begrijpen, zien we heel goed wat Satan allemaal uitgedacht heeft voor onze tijd. Zoals hij koning wilde zijn in de hemel, alle engelen onder zijn beheer wilde hebben, zo probeert hij nu deze hele wereld, u en mij, onder zijn beheer te hebben. En dan is hij de koning van deze aarde. Lieve broeders en zusters, u bent gewaarschuwd met al deze valse doctrines. Ik hoop dat het tot u doordringt waar we hiermee bezig zijn. Ik hoop dat u gaat inzien dat u een onherroepelijke keus moet maken. En inderdaad een martelaar kunt worden. Want de hele wereld en alle geloofsrichtingen zijn tegen u. En er komt nog een overblijfsel uit wat blijft staan. Wat zuiver die waarheid aanhoudt. Zoals we hebben besproken. En ook weet vanuit de Bijbel en vanuit de geschiedenis vandaan wat er allemaal is gebeurd. Tot zover stoppen wij ook met het Jodendom, want het is erg genoeg. De aanmatiging die er heerst. Maar we weten ook dat die tweede hoorn ook komt. Dus, en daar gaan we later over spreken. En daar hebben we ook al over gesproken in Profetische Conferentie. Ik hoop u straks weer te zien bij de volgende Profetische Conferentie. En dat is deel 20. God grijpt in verband met zijn goddelijkheid binnen Gods afvallig verbondsvolk. Weer het geheiligde leven. Houd daar rekening mee. Daar draait elke keer alles om. Ik hoop u straks weer te zien bij de volgende Profetenschool. En blijf studeren en onderzoeken. En graag tot ziens. Hartelijk welkom mensen weer bij de Profetenschool van zijn boodschap. We gaan verder. Weer met een iets ander deel. En dat is deel 20 in eerste instantie. God grijpt in verband met zijn goddelijkheid binnen Gods afvallig verbondsvolk. Weer het geheiligde leven. Daar draait alles om. Wij moeten heel goed beseffen, zoals ook bij de engelen toen, die hadden ook een geheiligd leven. En dat kan ook verknoeid worden door aanmatigende opmerkingen of wat dan ook maar. Of verkeerde leiders, wat we hebben bestudeerd. En daar willen we eerst ook weer mee beginnen. Of anders gezegd, verder mee gaan. Want die valse leider in de hemel, die is nog steeds bezig. En dat willen we misschien niet helemaal horen, maar het is toch zo. Want laten we naar bladzijde 16 toe gaan. Want hoeveel gingen wel niet achter deze Lucifer, toen was hij al Satan genoemd, aan. De eerste inspring van boven op bladzijde 16, van patriarchen en profeten. Zoals al gezegd, kunt u gratis downloaden vanaf het internet. Velen waren geneigd deze raad op te volgen. Berouw te tonen over hun ontevredenheid. Natuurlijk van die trouwe engelen die zijn er ook van, let nu op. En Jezus Christus had hem ook al gewaarschuwd. Satan. Met de engelen. Nogmaals weer, want dit is belangrijk. Velen waren geneigd, u nu ook, deze raad op te volgen. Berouw te tonen over hun ontevredenheid. En te trachten de gunst van de Vader en zijn Zoon, onze geliefde Heer Jezus Christus, weer te verwerven. Maar Lucifer had een nieuwe misleiding gereed. U beseft al, die nieuwe misleiding die komt, die is er. En die merkt u in die eindtijdgeschiedenis.
De machtige opstandeling verklaarde dat de engelen die zijn zijde gekozen hadden, te ver waren gegaan om terug te keren. Dat hij de goddelijke wetten kende. Er was maar één wet, maar wetten, zegt hij. En wist dat God geen vergiffenis zou schenken. Wat? Dat God geen vergiffenis zou schenken, dan is dat niet een barmhartige God. Wat een verkeerde zinsspiegeling van wie onze geliefde Heer Jezus en onze God is. Hij verklaarde dat allen die zich aan het gezag des hemels zouden onderwerpen, van hun eer zouden worden beroofd en uit hun plaats zouden worden ontzet. Zelf was hij vastbesloten nooit weer de autoriteit van Christus te erkennen. Natuurlijk, halsstarrig als hij was. De enige weg die voor hem in, dus die heilige engelen, die twijfelden, pas op, en zijn volgelingen open bleef, zo zei hij, was zich te verzekeren van hun vrijheid. En zich met geweld de rechten te verschaffen die hun niet uit vrije wil geschonken waren. Het lijkt een nieuwe wereldorde wel. Beseft u waar we het over hebben hier? Wat Satan zelf betrof, het was waar dat hij te ver was gegaan om terug te keren. Dit was echter niet het geval met hen die door zijn misleidingen verblind waren. Leest u nog even de Thyatira-gemeente. Heb ik u heel in het begin gelezen. Weet u het nog? Ik zal de ene tekst toch ervoor u bijhalen dat u beseft wat hier staat, de dieptes van het verlossingsplan, leert u kennen vanuit de Bijbel vandaan. Vers 24, het pausdomperiode. Doch ik zeg u lieden en tot anderen die te Thyatira zijn, zoveel als er deze leren niet hebben en die de diepten des Satans niet gekend hebben, dit zijn de dieptes des Satans, en het pausdom weet precies waar ze mee bezig zijn, niet gekend hebben, gelijk zij zeggen, ik zal u geen anderen last opleggen. Die hebben de mogelijkheid om in dat derde hoorntje te komen, want dat staat hier. Dit was echter niet het geval met hen die door zijn misleidingen verblind waren. Door Satans misleidingen en door de pauselijke machthebber zijn misleidingen. Voor hen opende de raad en de smeekbeden van de getrouwe engelen een deur van hoop. En als ze acht hadden gegeven op de waarschuwing, hadden ze zich kunnen bevrijden van de strikken van Satan. En ook van de valse hoge priester, het pausdom. Maar trots, liefde voor hun leider en het verlangen naar onbeperkte vrijheid kregen de overhand. En tenslotte werd de smeekbede van de goddelijke liefde en barmhartigheid volkomen verworpen. Einde genadetijd voor de twijfelende engelen. Einde genadetijd bij de eerste plaag voor de twijfelende naam-Zevende-dags-Adventisten, naam-Christenen, naam-Joden. U mag nu alles gaan invullen. Geen geheiligd leven geleid. Niet de verlosser, de koning, Jezus Christus, gevolgd waar hij ook heen gaat. Naam, titel, rijksgebied. Hij is onze schepper en die moeten we eren op de juiste dag. En dat is de zevende dag van de week. En daar komt alles uit voort. Als u het verlossingsplan nu gaat begrijpen, bent u een ontzettend rijk mens. En daar gaan we verder mee, om dat beter te onderbouwen. Het verlagen van Jezus als leraar of prediker door de orthodoxe Joden bestaat nog steeds. En nogmaals, we gaan dit afmaken. Ik heb al gezegd, we stoppen straks met dit gedeelte. Met de Joden, en dan gaan we verder met iets anders. Maar ik wil heel nadrukkelijk nog een paar punten in deze serie behartigen voor u. Het verlagen van Jezus als leraar of prediker door de orthodoxe Joden bestaat nog steeds. Nogmaals weer. In navolging van moderne historici die de historisch-kritische visie
op Jezus ontwikkelden, geloven sommige Joden tegenwoordig dat Jezus een leraar of prediker met een apocalyptische boodschap is geweest. Meer uitleg volgt aan het einde. Hij zou nooit gepretendeerd hebben de Zoon van God of een deel van de driehoek. Ze noemen dat zelfs een driehoek hier, in plaats van de drie-eenheid, dat is veel eerbiediger natuurlijk, met hoofdletter, van God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest of de Messias te zijn. Alleen voor diegenen welke het Nieuwe Testament niet willen aannemen. Want dit heeft Christus wel degelijk uitgesproken, vervolg komt. Deze visie zou stellen dat Jezus een liberale hervormer was, die de ideeën van de Farizeeërs of Essenes onder het volk wilde brengen. Gij oordeelt naar het vlees. Ik oordeel niemand, zegt onze geliefde Heer Jezus. Indien ik ook oordeel, mijn oordeel is waarachtig. Want ik ben niet alleen, maar ik en de Vader die mij gezonden heeft. En er is ook in uw wet geschreven dat de getuigenis van twee mensen waarachtig is. Ik ben het die van mijzelf getuigt en de Vader die mij gezonden heeft getuigt van mij. Zij dan zeiden tot hem, waar is uw Vader? Jezus antwoordde, gij kent nog mij, nog mijn Vader. Indien gij mij kendet, zo zoudt gij ook mijn Vader kennen. Dit gaan wij ook zeggen en meemaken. Inderdaad, wij kennen onze geliefde Vader heel goed in Jezus Christus. Hij is de schepper van hemel en aarde. Onze God, naam, titel, rijksgebied, in het vierde gebod en in de eerste, tweede, derde engelenboodschap. Als u die boodschap nog eens na wilt lezen in Openbaring 14, dan ziet u dat daar ook naam, titel, rijksgebied in staat. Dus wij vereren God op de enige juiste manier. Jezus sprak de waarheid en dat zou zonde zijn volgens de Joodse leer. In deze opvatting heeft het christendom van nu weinig met de werkelijke leer van Jezus van doen. Het christendom is hier eerder het product van het geloof van recentere niet-Joodse bekeerlingen, van leerlingen van Jezus en de prediking van Paulus van Tarsus. Hoewel deze visie niet oorspronkelijk Joods is, kwam hij in zwang onder Joden, onder meer omdat de Jood, onze geliefde Heer Jezus Christus, vrijgepleit wordt van vele uitspraken en handelingen die in het Nieuw Testament staan beschreven en volgens het Jodendom zonde zouden zijn. Hoe verhard en aanmatigend is men nog steeds? Ik word daar een beetje bang van en koud van. Want mijn schapen horen mijn stem, zegt die geliefde Heer Jezus. Hoort u het smeken van onze geliefde Heer Jezus? Hoort u het smeken in de hemel van onze geliefde Heer Jezus naar de engelen en naar Lucifer toe? Hoort u het smeken? Lees het goed na. Hoort u het smeken van de engelen die Jezus Christus, God de Vader, trouw bleven? Het doet me pijn in mijn hart. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken dezelfde en zij volgen mij en ik geef hun het eeuwig leven. Wanneer met name naar die zondes werd. Die komen in het eeuwig verbond. En zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En niemand zal dezelfde uit mijn hand rukken. Mijn Vader, die ze mij gegeven heeft, is meerder dan alle. En niemand kan ze rukken uit de hand mijns vaders. Ik en de Vader zijn één. De Joden dan namen wederom stenen op om hem te stenen. Jezus antwoordde hun. Ik heb u vele treffelijke werken getoond van mijn Vader. Om welk werk van die stenigt gij mij? De Joden antwoordden hem, zeggende, wij stenigen u niet over enig goed werk, maar over Gods lastering, omdat gij, een mens zijnde, uzelf God maakt. Jezus antwoordde hun, is er niet geschreven in uw wet, ik heb gezegd, gij zijt goden? Waar draait het hier om? Waarom werden ze zo kwaad? Maar over godslastering. Wat was dan godslastering? Omdat gij, een mens zijnde, uzelf God maakt. Kijk, ze begrepen totaal de drie-eenheid niet. Ze zaten in het arianisme,
in het onstoffelijk zijn van een God staat hier een mens zijnde. Een mens kan nooit de goddelijkheid vertegenwoordigen. En Jezus heeft bewezen dat hij de goddelijkheid vertegenwoordigde in het menselijk vlees. En is ons als voorbeeld gesteld. En nu gaat u beseffen wat voor druk er straks op u komt. En ook op mij komt. Als wij zeggen dat we de goddelijkheid van onze geliefde Heer Jezus deelachtig kunnen worden. Laten we maar eens verder lezen, want dat nieuwe licht, daar draait het om natuurlijk. Als Jezus het nieuw licht nu als onbelangrijk persoon of onbelangrijk licht van God wordt aangemerkt, dan zal over deze eerste groep ook als eerste het oordeel komen. En de eerste groep hebben we het nog even over de Joden. Voor vele Joden is de persoon, met hoofdletter, Jezus Christus, ronduit onbelangrijk. Een persoon die wordt genoemd in de boeken van een andere godsdienst zonder relevant te zijn voor de Joden en het Jodendom. Zoals Mohammed voor vele christenen. Niet normaal hoe zij denken. We kunnen nu begrijpen dat Jezus Christus persoon tegen de profetes eerst heeft gesproken dat het evangeliseren onder de Joden vrijwel nutteloos is. Moet u even meenemen. Eerste geschriften, bladzij 82. Voor 1940, 1945. Dat was de eerste holocaust, dat weten wij. Daar begint het oordeel bij het huis Gods. Zowel Petrus als Paulus beschrijven deze waarheid. Want het is de tijd dat het oordeel beginnen van het huis Gods. Dat is dus toen in die tijd, vijfde hervormingsperiode, het oude verbondsvolk. En dien het eerst van ons, het oude verbondsvolk, een plus zevendedaags advertissen nu meer, want dat is het tweede verbondsvolk, begint, welke zal het einde zijn, degene die het evangelie van God ongehoorzaam zijn, maar degene die twistgierig zijn. En die der waarheid, dus het nieuw licht voor nu, voor onze tijd, zevende hervormingsperiode, ongehoorzaam, doch der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, ongerechtigheid is wetsovertreding, neem me vooral mee, zal verbogenheid en toorn vergolden worden. Verdrukking en benauwdheid over alle ziel des mensen. Daar zitten we natuurlijk in de plagen. De eerste tot en met tiende noem ik ze even dan. De 3+7. Des mensen. Dus nogmaals weer, verdrukking en benauwdheid over alle ziel des mensen. Die het kwade werkt, eerst van de Jood en ook van de Griek. Daar zien we heel duidelijk dat Paulus dus ook spreekt over de Griek. De toorn van God is eerst al over het oude verbondsvolk gekomen, door de eerste holocaust. En holocaust betekent brandoffer, weten wij. Maar deze toorn Gods, dus die tweede holocaust, komt ook eerst over het nieuwe verbondsvolk. En wel, dat is dan natuurlijk die tweede holocaust, zevendaags adventisten. Voordat over de Babylonische kerken de derde holocaust, de zeven plagen, komt. Tijdens de derde holocaust wordt het gehele mensdom op de 144.000 na vernietigd. En alle martelaren zijn dan al gestorven voor de zeven plagen. Moet je ook even meenemen. Dus niemand meer op aarde, want het zaad heeft zijn vrucht gedragen op dat moment. In de periode tussen de zonneswet en de zeven plagen in. Dus dat nieuw licht was ook in de zesde hervormingsperiode. En dat ziet u hier achter mij hangen. Die mensen, zevendaags adventisten in het bijzonder, die dit verwerpen, de pionierstandpunten, hebben een gigantisch probleem. Gigantisch. Willen ze niet zien, is een sluier over hun ogen heen getrokken. Ja, dan wordt het heel moeilijk om nog het laatste licht aan te nemen. En vooral ook voor die mensen die de geboden overtreden, zullen het niet zien, krijgen geen nieuw licht. Waar vinden we dat het nieuw verbondsvolk, zevendaags adventisten, als eerste wordt geoordeeld, maar vooral ook dat de genadedeur hier als eerste dicht gaat, hebben we een speciale serie over,
noem ik nog even. Tijdens de luide roepperiode van Openbaring 18 vers 1 tot 5. Wat lezen we? Grote aantallen aanvaarden de waarheid. De tijd van Gods verwoestende oordelen, dat zijn de eerste tot en met de derde plaag. Honger, zwaard, pestilentie. Is de tijd van de genade voor hen die geen kans hebben gehad om te leren wat waarheid is. En dat zijn de zevende dag staat ertussen dus wel. Die hebben een kans gehad. Voor de zonswet. Vol tederheid ziet de Heere op hen neer. Zijn hart vol ontferming is bewogen. Zijn hand is nog uitgestrekt om te redden. Terwijl de deur gesloten is voor hen die niet binnen wilden gaan. Grote aantallen zullen worden toegelaten. Die in deze laatste dagen de waarheid, hoort u het weer, voor het eerst hebben gehoord. Zie de special. De genadedeur sluit voor de zevende dags adventisten bij de zondagswet. Lees voor uzelf, ter bevestiging, al deze teksten door. Gedachten over de Openbaring is een compilatie, daar moet u even rekening mee houden, alleen de citaten lezen. Waarom wil Gods volk, de zevende dags adventisten zijn dat, deze waarheid niet meer horen en de herders dit niet meer verspreiden onder hun eigen volk, omdat ook hun harten verhard zijn. Net zoals bij het oude verbondsvolk, de letterlijke Israëlieten. Leest u voor uzelf vooral Ezekiel 13 hier eens bij. Daarom zullen er ook vele zevendedagsadventisten, net zoals vele Joden, het merkteken van het beest krijgen, omdat ze niet opnieuw de goddelijkheid van het opnieuw profeteren willen inzien. We zien nu bij de zevendedags adventisten exact dezelfde misvatting als bij de Joden. En als u dat gaat verstaan en dat gaat zien, dan beseft u al dat zevendedags adventisten net zo verhard en net zo gevaarlijk zijn en ook worden als Joden. En daarom zien we dat God zo barmhartig is met die drie hoorns, dat al die verbondsvolken een laatste kans krijgen. En dat is heel erg interessant. Kan ik u vertellen. Want wij willen even verder lezen. Even verder lezen. In bladzijde 16. Patriarchen en profeten. God stond Satan toe. Waar we geëindigd zijn. Dan staat er weer. God stond Satan toe zijn werk te volvoeren, tot de geest van ontevredenheid zich had geopenbaard in een openlijke opstand. Beseft u wat er gebeurt? Het was noodzakelijk dat zijn plannen volledig tot ontwikkeling zouden komen, opdat de ware aard en strekking ervan door allen gezien zouden worden. En dat zijn wij ook straks. Wij zijn een schouwspel voor alle werelden, miljoenen werelden om ons heen. En God laat zien wat dit spelletje van de Satan, laat ik het dan zo noemen, dat valse spel, dat machtswellustige van de Satan, dat machtswellustige van de paus met zijn handlangers, totaal verkeerd uitpakt. Opdat de ware aard en strekking van de nieuwe wereldorde ervan door alle werelden gezien zouden worden. Lucifer was als de gezalfde seerp hoog verheven. Hij was geliefd door de hemelse wezens en had grote invloed op hen. Ziet u de handlanger van de paus knikken? U ziet het gebeuren hier. Op tv voor uw eigen ogen, wat hier ook is gebeurd. Maar dan in mensen. Handlangers van Satan dus. Ezekiel 28. Gods bestuur omvatte niet alleen de hemelbewoners, maar ook alle werelden, staat je al, die hij geschapen had. En Lucifer had de gevolgtrekking gemaakt dat hij, als hij de engelen in de hemel tot opstand kon verleiden, ook de werelden kon meeslepen. Sluw had hij zijn gezichtspunten uiteengezet en gebruik gemaakt van
schijnredenen en bedrog om zijn doel te bereiken. Onvoorstelbaar. Zijn macht om te verleiden was heel groot. Hij was een gevallen engel. Die samen met Jezus Christus werkte. Hij was de opperengel van alle engelen. Onvoorstelbaar. Lees Jesaja 14. En dan nogmaals weer. Zijn macht om te verleiden was heel groot. Door op zo'n bedrieglijke wijze te handelen, had hij bepaalde voordelen behaald. Al zijn daden waren dusdanig in geheimzinnigheid gehuld, dat de engelen moeilijk de ware aard van zijn werk konden ontdekken. En dan komt, tenzij het zich geheel ontvouwde, zou men niet kunnen weten wat het was. Zijn ontevredenheid zou niet als opstand gezien kunnen worden. Zelfs de trouwe engelen konden niet ten volle zijn karakter onderscheiden. Of zien waartoe zijn werk voerde. En dat is nu ook zo. Velen kunnen niet zien hoe de evangelische valse profeten binnendringen in de zevendedaagse Adventistenkerk. En de predikanten gaan er volop in mee. Velen kunnen niet zien hoe de Joodse gemeenschap, valse profeten, messiasbelijdende Joden, binnendringen bij de protestanten. Beseft u wat u leest? Beseft u hoe Satan bezig is in deze wereld? En deze hele wereld, alle kerkgenootschappen, alle, beseft niet hoe de paus met zijn chartercumenen, met zijn raad van kerken binnendringt in alle kerken. De handlanger van Lucifer, de Satan, de duivel, de slang, de draak. Beseft u het? Doorziet u het verlossingsplan met Gods genade? Dan moet u de Heer voor op de knieën. Dat doe ik dagelijks, zoals u zult begrijpen. Wij gaan verder. We gaan nog meer ontdekken. Want, wat weten we nu over wat er tot het laatste toe zal zijn? Een nieuwe wereldorde met de paus als leider. Hier ziet u Openbaring 17 vers 14. En hier ziet u Openbaring 16 vers 13. De nieuwe wereldorde met een enorme oorlog. Actie van Ezekiel 28 A en de vorst. En B de koning Satan. En hier de 3 plus 1 hoornen komen in actieve dienst van Jezus bij de zondagswet. En de draak vergrimde op de vrouw en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren en de getuigenis van Jezus Christus hebben. Dus u hebt de geest, de profetie, de getuigenis van Jezus Christus hebt u. Dan doorziet u dit enorme valse plan van Satan. Hoe hij in de hemel is begonnen. Beseft u waar we mee bezig zijn? Beseft hoe Jezus Christus u in die laatste dagen als 3 plus 1 volk alsnog wil redden. Ik vind het geweldig. Wat een liefde heeft God, de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest en alle engelen die trouw gebleven zijn aan de 3 eenheid voor u en voor mij. Ik word daar stil van. Ik vind het geweldig. Wat een perfect, subliem, barmhartig verlossingsplan heeft Jezus Christus hier voor u en mij opengelegd. Openbaring 10, vers 7. De verborgenheden gaan af bij de zevende bezuin. Is niet geweldig? Maar ook een hele belangrijke waarschuwing hoort u voor mij. Waar spreekt de Bijbel over het vervalsen, dus de valse profeten, van de waarheid in een leugen, in alle kerk. De Bijbel vermaant u, hè? Persoonlijk. Want er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen. Maar kiklachten zijn er van gehoor. Zullen zij zichzelf leraars opgaven naar hun eigen begeerlijkheden. En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden. En zullen zich keren tot fabelen. Evangelische fabelen. Joodse fabelen, zevendedaags Adventisten fabelen, protestantse fabelen. Allemaal hebben ze momenteel fabelen, ook vanaf de
preekstoel. Of de preekstoelen zijn er al weggesloopt. Het zijn al podiums geworden. We moeten springen over dat podium. Het is niet normaal wat ik momenteel zie. Wat de Heere Jezus allemaal niet ziet. Beseft u het? Ik hou alleen mijn hart vast. Die daar zeggen tot de zieners, ziet niet en tot de schouwers, dat is profeten moet het zijn, en tot de profeten profeteer ons niet. Openbaring 10 vers 11. We moeten niet profeteren wat waar is en wat recht is. Daar staat het er al achteraan. Spreekt het ons zachte dingen schout? Nee, profeteer ons bedriegerijen. Over de tempelbouw, over die duizendjarig vrederijk, over de geheime opname. Wijk af van de weg. Maak u van een baan. Laat de heilige Israëls van ons ophouden. Weg met die heren. Die hoeven wij niet. Weg met het nieuwe licht. Dat hoeven wij niet. Beseft u wel hoe duidelijk de Heer Jezus ons alles heeft aangegeven door de profeten? En hier staat het. Een willekriek met de valse profeten. Satans werk. Openbaring 16 vers 13. Beseft u ook een beetje in wat voor complottheorie u gekomen bent, als u dit allemaal hebt geloofd? U bent inderdaad een handlanger van Satan geworden. Dat zegt u niet, maar het is wel zo. U hebt hetzelfde gedachtegoed als Satan had. Wij willen hier een koning. Wij willen hier, wat willen we hier? Satan op deze aarde. Want hij komt als een engel des lichts. Dat gelooft deze hele wereld. En God gaat ingrijpen. Als u dit eens heel goed bekijkt allemaal. Allemaal vrijmetselarij. Zonnewering komt. Het nieuwe logo. PKN heeft een rooms tintje. Heb ik u allemaal uitgelegd. Heel vaak. En al die tekens die ze hier hebben. Moet u eens kijken. Die gebaren met die vingers. En als we dit een beetje inzoomen. Dan ziet u hier ook dat vingertje. Satans aanbidding. Met de geitenkop daarbovenin. Benny Hinn. En T.B. Joshua. Valse genezingen. Beest Sjaatukemene. Dat wordt de nieuwe wereld, Adelaide. De vele goddeloze aanbidders nu nog goed verenigd. En de schrik wordt straks enorm natuurlijk als God gaat ingrijpen. En die schrik wordt zo ernstig dat ze of de ene kant op gaan, of de andere kant op gaan. En u beseft, diegenen die de verkeerde kant op gaan, die willen hun gezicht niet verliezen. En die worden zo verhard, en er komt zoveel haat uit naar voren. Daar schrikken wij van. Wij, als oprechte volgelingen van Jezus Christus en niet van Satan, of Lucifer dus, spreken ook de waarheid uit. Met name over het nieuwe licht. En het opnieuw kunnen profeteren vanuit de Bijbelse profetieën en vanuit Christus zijn tijd. Dit zal echter alleen maar haat opwekken, zoals ik al zei. Vanuit alle geloofsgemeenschappen, inclusief de zevendaagse Adventistenkerken. Maar met name uit Babylon, de nieuwe wereldorde. Openbaring 16 vers 13. Laat staan bij de Joden die nog steeds denken dat zij Gods uitverkoren volk zijn. Op het overblijfsel na tijdens de zondagswet natuurlijk. En dan weer verder over de Joden. Die echter Jezus Christus, Gods Zoon, niet alleen hebben verworpen. Maar hem openlijk te schande hebben gemaakt. En hem hebben vermoord. Einde van het oude verbondsvolk. 34 na Christus plus 1844. En dan mag je ook nog 1798 voor het noordelijk gedeelte invullen. Maar 1844 was Juda, zoals we weten. De goddelijkheid verwerpen, net als in de tijd van het arianisme. Dat zien we weer volop terugkomen. Maar nog erger, dat kan ik u beloven. Lees Grote Conflicten, bladzijde 522. Maar nog erger, bij de naam zevendedaagse Adventisten en leiders, die gaan beseffen dat ze ongelovig en halstarrig het nieuwe licht, de pionierstandpunten en nog erger Gods uitverkoren profetes niet alleen hebben verworpen, maar hebben willen tegenhouden in de eigen zevendedaagse Adventistenkerk, die zelfs haar boeken hebben verbrand. En u ziet dat
daar net zo'n verharding bij de zeven. Daar zat het is nog te weten als bij de Joden toen. En nu nog. En als laatste, de huidige oprechte boodschappers van God, Openbaring 14, de versen 5 plus 12, hebben verworpen. Zij, zevende dag staat het is, worden schuldig voor God bevonden. Het einde van het nieuw verbondsvolk. Bijbelcommentaren 648 plus 649. Zij worden bij de zondagswet uitgespuwd, maar het overblijfsel als een Philadelphia, dat is de eerste hoorn, blijft staan. Ik wil u alleen maar helpen, lieve broeders en zusters. Ook kerkleiders, Seventh-day Adventisten. Ik ken ze natuurlijk vele persoonlijk. Ook in een protestantse kerk wil ik u helpen. Met Gods genade, uit mezelf kan ik dat ook niet. Maar ik weet wel dat als wij niet goed luisteren naar Jezus Christus, gaat alles, echt alles mis. Want hier hebben we de Pontifex Maximus in tot driemaal toe, zoals je weet. De keuze voor de wereld, toen en nu weer. De zonaanbidding. Paus start 1922. De derde W start in 1989. Laten we maar eens verder kijken, want de keizer uit Rome, de valse hogepriester, de Pontifex Maximus, zoals ik al zei. De Pontifex Maximus, de First Vatican King. Hij noemt zichzelf God. En dan zien we, zonaanbidding, wie aanbidt u? Of Barabbas wordt vrijgelaten, of de paus, de Pontifex Maximus, aanbidt u? En daar draait het om. En nu wil ik heel expliciet voor u vertellen dat alles wat hier is gebeurd, in zijn boodschap in de profetie verdieping 1, moet u hebben gezien, met de I-serie van de erediensten. Als u dat hebt gezien, dan ziet u dat alles wat Jezus Christus heeft beleefd, wij ook gaan beleven. Dus dan kunnen we perfect zien dat Jezus Christus de Godheid was en nog steeds is. Dus daar wil ik even naartoe. Laten we eens even kijken. De gebeurtenissen van Matteüs 24 rondom de zeven plagen. De derde holocaust, Openbaring 10 vers 11 heb ik er nogmaals achter gezet. Ik vul hem gewoon helemaal in. Want dit kunt u allemaal zien. En zelf bestuderen. Hier ziet u de zeven plagen. En u beseft wat er rondom die zeven plagen gaat gebeuren. En u ziet hier ook allemaal op het dak, gebed niet naar huis terug. En u ziet hier, werkt op akker, niet kleed halen. Dat is allemaal op Matteüs 24 vers 17, Matteüs 24 vers 18, Matteüs 24 vers 3. En u ziet hier ook allemaal openbaringen tussen staan. Onderzoek alstublieft, lieve broeders en zusters, zijn boodschap in de profetie verdieping 1. Want dan ziet u de goddelijkheid van Jezus Christus terugkomen. Ook in Matteüs 24. Maar alsof dat nog niet genoeg was, dan gaan we nog een stap verder. Want dan zien we ook de gebeurtenis van Matteüs 27 rondom de zeven plagen. De derde holocaust. Precies hetzelfde. Weer opnieuw profeteren. Ik klik hem weer helemaal door voor u. Dan hebben we daar hetzelfde principe weer. En dat houdt in Matteüs 27. Dan zitten we hier vers 1, vers 2, vers 20, vers 4, vers 8, vers 31, 22, 13, 32... Al deze gebeurtenissen vinden weer plaats in onze tijd. Als u dit gaat zien, dan zult u onherroepelijk met mij eens zijn. Dit is opnieuw profeteren. Dit kan alleen maar uit de Bijbel komen. En daarom, nu gaan we verder, zijn we nu ook opnieuw aan het profeteren. Waarmee? Met patriarchen en profeten. Waarmee? Met de geschiedenis van Lucifer in de hemel. Dat exact hetzelfde weer gebeurt. En dan beseft u, ik zal hem er toch voor u bijhalen, voor mensen die dat
nog nooit goed tot hen door hebben laten dringen. Jacobus gaan we naartoe trouwens. Jacobus. Als het goed is, moet een goede Bijbelstudent of studenten, die opnieuw kan profiteren, weten wat er ik wil ophalen. Dat is Jacobus 1, vers 17. Alle goede gaven en alle volmaakte giften is van boven. Komt van God. Dat vindt u in de Bijbel of dat vindt u in de geestenprofetie. De derde getuige. Alle. Dus we kunnen alles en kunnen alles weten, begrijpen en opnieuw profiteren. Is van boven. Van de Vader der lichten. Weet God is licht. Is ook nieuw licht. Voor onze tijd. Afkomende. Bij welke geen verandering is of schaduw van omkeer. Daar geniet ik van. Waarom geniet ik daarvan? Want dat is de waarheid. Lees nog maar één verder. Naar zijn wil, vers 18, heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid. Gebaard? Wat is gebaard? Opnieuw herboren laten worden. Dat is gebaard. Naar zijn wil heeft hij ons herboren laten worden door het woord der waarheid. Door de Bijbel in de geestenprofetie. Opdat wij zouden zijn als eerstelingen zijn schepselen. Wat zijn de eerstelingen zijn schepselen? Dat zijn 144.000. Die het eeuwige verbond deelachtig mogen worden na de zondagswet. Onvoorstelbaar. Nou, mag u dat allemaal doorlezen? Ik heb er predicaties over gehouden, dat weet u. Kunt u naar D1 toe. Ontzettend mooi. Maar wij moeten opletten dat we niet in twijfel komen. Want die Satan die doet anders niets dan twijfel zaaien. Onder die engelen toen ook. Afvallige engelen. Er waren ook engelen gelukkig. Trouwengelen. Die dat doorzagen. En die bij Jezus Christus bleven. En het gaat om heiligmaking. We moeten veranderd worden naar Gods beeld. En dan moet u geen twijfel in laten zaaien door niemand. Ook niet door de valse hoge priester met al zijn trawanten, als ik het zo mag noemen. Maar daar komen ook nog heel veel oprechte kinderen uit de katholieke kerk vandaan. Dat weet u. Bladzijde 155, bladzijde 166 in laatste event. Kun je zo van het internet downloaden. En dan gaan wij iets verder met bladzijde 17. Want ik wil dat graag voor u afronden. In het begin, bovenin. Eerst alinea van boven, bladzijde 17, Patriarch en Profeet. In het begin had Lucifer zijn verzoekingen dusdanig ingekleed. U moet ook altijd even het pausdom, hè? Rooms-Katholieke Kerk lezen. Zijn verzoekingen dusdanig ingekleed dat hij zelf geheel vrij stond. Hij had natuurlijk niets gedaan. Hij wist van de prins geen kwaad. De engelen die hij niet kon overhalen zijn zijde te kiezen, beschuldigde hij. Van onverschilligheid ten opzichte van de belangen van hemelse wezens. Hij beschuldigde de trouwe engelen van het werk dat hij zelf deed. Hij draaide alles om. Herkent u dat? Dat heb ik zo vaak meegemaakt. Je zegt iets uit liefde tegen mensen en dan draaien ze alles om. Dan zeg je, nou, hij begint weer over dit en over dat. Satans handlangers. Hij beschuldigde de trouwe engelen van het werk dat hij zelf deed. Nogmaals. Het was zijn handelwijze om met sluwe argumenten twijfel te zaaien. Hoort u weer? Aan Gods bedoeling. Natuurlijk aan de waarheid. Alles wat eenvoudig was, wikkelde hij in een waas van geheimzinnigheid. Een geheiligd leven is echt niet geheimzinnig. Echt niet wazig. U moet geloven dat de drie eenheid bestaat en dat Jezus Christus mens was en de goddelijke natuur deelachtig was, die wij ook deelachtig kunnen worden. Simpel. Er is geen waas voor nodig. Zo simpel ligt het. Alles wat eenvoudig was, verwikkelden de nieuwe wereldorde leiders en alle kerken in een waas van geheimzinnigheid. En door kunstige verdraaiing wekte hij Satan
met al zijn handlangers, twijfel aan de duidelijke uitspraken van Jehovah. Je moet de wet van God houden. Gevoelens en gedachten moeten op mij gericht zijn en niet op je eigen ik. Simpel. Zo simpel is het, de wet van God. En zijn hoge positie, zo nauw verbonden met Gods bestuur, verleende een nog grotere kracht van zijn voorstelling van zaken. Hij was die verheven engel. Hij is toch de paus, hij doet toch aardig. Maar we zullen merken wie hij straks is. De vervolger van Gods oprechte kinderen. God kan alleen gebruik maken van die middelen die in overeenstemming zijn met waarheid en recht, gelukkig. Satan kon vleierijen en bedrog gebruiken. Dus leugens te over. Wat voor God en voor u en mij ook onmogelijk is natuurlijk. Hij had geprobeerd het woord van God te vervalsen, de Satan. En zijn bestuur als onjuist voor te stellen. Beseft u? Beseft u wat de valse hoge priester ook doet? Met de bewering dat God ongelijk had door wetten te geven aan de engelen. Daarom zijn die wetten ook veranderd. Het gebod van beeldaanbidding is veranderd. Het vierde gebod is veranderd. En het tiende gebod is veranderd in de katholieke kerk. Maar die hebben ze maar gedeeld in twee. Pauselijk werk. Lucifers werk. Met de bewering dat God ongelijk had door wetten te geven aan de engelen. Dat hij daardoor onderwerping en gehoorzaamheid te eisen van zijn schepsel alleen zichzelf zocht te verheffen. Ziet u, het is perfect weer omgedraaid. Daarom was het noodzakelijk om aan de hemelbewoners zowel als aan alle werelden te tonen dat Gods bestuur rechtvaardig en zijn wet volmaakt is. Satan had het doen voorkomen alsof hij erop uit was het welzijn van het universum te bevorderen. Het ware karakter van de indringer en zijn ware bedoelingen moesten voor iedereen duidelijk worden. Hij zou tijd moeten hebben zich kenbaar te maken door zijn slechte daden. Hoort u dat? Hij, Lucifer, zou tijd moeten hebben zich kenbaar te maken door zijn slechte daden. En dan verder. De verdeeldheid, veroorzaakt door zijn eigen handbewijzen in de hemel, schoof Satan op Gods bestuur. Hij verklaarde dat al het verkeerde het gevolg was van Gods leiding. Hij beweerde dat het zijn bedoeling was de wetten van Jehovah te verbeteren. Natuurlijk, hij wist wel, wij weten wel hoe we de wetten moeten veranderen. Daarom stond God hem toe de aard van zijn bewering te openbaren. Te laten zien wat de gevolgen zouden zijn van zijn voorgestelde verandering in de goddelijke wet. Zijn eigen werk moest hem veroordelen. Let op. Vanaf het begin had Satan verklaard dat hij niet in opstand was tegen God. Heel het universum moest zien hoe de bedrieger ontmaskerd zou worden. Zelfs toen hij uit de hemel verwijderd was, verdelde de oneindige wijsheid Satan niet. Daar alleen een liefdedienst voor God aanvaardbaar is, moest de trouw van zijn schepselen berusten op een vaste overtuiging in zijn, in Gods gerechtigheid en weldadigheid. De hemelbewoners, zowel als de bewoners van andere werelden, komt dat weer, die niet in staat waren om de aard en de gevolgen van de zonde te onderscheiden, zouden in de vernietiging van Satan door God geen rechtvaardigheid hebben gezien. God grijpt niet zo desastreus in dat we zeggen, wat gebeurt hier? Nee, we zullen straks alles gaan zien hoe Satan zich ontpopt in de nieuwe wereldorde leider. Dat gaan wij allemaal zien, in al die werelden ook. En dat gebeurde toen ook in de hemel. Nogmaals weer. Zouden in de vernietiging van Satan, en wij ook, door God geen rechtvaardigheid hebben gezien. Als hij onmiddellijk was weggedaan, dus vernietigd,
zouden sommigen God uit vrees in plaats van uit liefde hebben gediend. De invloed van de verleider zou niet ten volle vernietigd zijn. Die invloed, die verleidingen, als we die niet zien, zouden we ook mee kunnen nemen in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde. Dus pas op. De invloed van de verleider zou niet ten volle vernietigd zijn. En de geest van opstand zou nog bestaan hebben. Voor het welzijn van het ganse universum in de eindeloze toekomst moest hij, Satan dus, in staat gesteld worden zijn beginselen volledig te ontwikkelen. Zodat zijn aanvallen op het goddelijk gezag in hun ware licht gezien zouden worden. Door alle geschapen wezens. En de rechtvaardigheid en barmhartigheid van God, zowel als de onveranderlijkheid van zijn wet, de tien geboden, voor altijd buiten kijk zouden zijn. De opstand van Satan zou voor het heelal een les zijn voor alle tijden, dus ook voor nu. Een blijvend getuigenis van de aard van de zonde en haar vreselijke gevolgen. De uitwerking van Satans bestuur. De invloed ervan op mensen en engelen moest aantonen wat de vruchten zouden zijn van het terzijde stellen van Gods gezag. U kon wel eens totaal verkeerde vruchten hebben. Het zou getuigen dat het welzijn van alle geschapen wezens nauw verbonden is met het bestaan van Gods bestuur. Op deze wijze zou de geschiedenis van dit vreselijke experiment van rebellie een blijvende zekerheid zijn voor alle heilige wezens, dus ook voor u en mij, en voorkomen dat ze verleid zouden worden wat betreft de aard van de overtreding, om hen te bewaren voor het begaan van zonde en het ondergaan van de straf ervoor. Hij die heerst in de hemelen, onze Heere, is degene die het einde ziet vanaf het begin. De Alfa en Omega is onze geliefde Heer. Degene voor wie de geheimen van verleden en toekomst openbaar zijn. Hoort u dat? Die krijgen wij geopenbaard van Jezus Christus. En die over de jammer en de duisternis en ellende heen veroorzaakt door de zonde, dus het overtreden van Gods tien geboden, de vervulling ziet van zijn eigen doelstellingen van liefde en zegen. Hoewel rondom hem, Jezus Christus, wolken en donkerheid zijn, zijn gerechtigheid en recht de grondslag van zijn troon. En dit zullen de bewoners van het universum, zowel de getrouwe als ontrouwe, eenmaal begrijpen. Vooral bij Gog Magog natuurlijk, de ontrouwe in dit geval. Zijn werk is volkomen Gods werk, omdat al zijn wegen recht zijn. Een God van trouw, zonder onrecht, rechtvaardig en waarachtig is hij en blijft hij voor eeuwig. Lieve broeders en zusters, bestudeer dit hoofdstuk heel goed in hetgeen wat wij allemaal hebben bestudeerd. Het is van levensbelang dat u gaat beseffen, als u in de hemel komt, dat u gaat beseffen dat onze geliefde Heer Jezus voor u en voor mij allemaal over heeft gehad. Laten we de Heer zoeken in gebed. Lieve goede getrouwe God de Vader, lieve Heer Jezus, dank u wel dat u op deze manier het verlossingsplan voor onze ogen wilt openen. Eeuwig, eeuwig dank ervoor dat velen dit mogen begrijpen, dat ze mogen veranderen naar uw beeld. Een geheiligd leven kunnen leiden, de goddelijke natuur deelachtig kunnen worden, juist in deze laatste eindtijdgeschiedenis, met name uit alle kerken vandaan, bid u ook in het bijzonder voor de zevende dagsadventisten, dat ze nog gaan beseffen voor de zondagswet, wie ze moeten zijn, en willen ze de luide roep kunnen brengen. Heren, zo leggen wij alles voor u neer. U bent het die het willen en werken in ons moet voltooien en volbrengen. Kom met uw genade over ons en help ons. Help de mensen thuis dat ze de studie heel goed onderzoeken en heel goed weten wat u van hen verlangt. Dat bidden we en smeken we van u. Niet omdat wij het hebben verdiend, Vader in hemel, maar om uw geliefde Zoon, onze geliefde Heer Jezus, zijn naam.
Amen. Wij willen straks de volgende keer verder gaan met deel 21. Zijn de christelijke leerstellingen nog wel bijbels? Wij komen steeds dichter bij spanningsvelden, dat begrijpt u. En het moet ook, want wij willen graag doen wat Jezus Christus van ons verlangt. Vanuit de Bijbel vandaan. En niet van wat mensen ons vertellen en voorhouden. Ik hoop u tot zover met Gods genade weer geholpen te hebben. Om dieper inzicht te mogen krijgen in Gods verlossing. En ik wens u ook vanaf deze kant Gods onmisbare zegen toe. Gods onmisbare liefde. Maar ook sterkte in de Bijbelstudie. En graag tot de volgende keer.